Hey allemaal, heel veel groetjes vanuit de San Francisco Beach. Maantje op de achtergrond, zonsondergaatje, happening. En ik logeer in een van die huizen daar, met Ocean View. Ah! Ja, op 48th Street, mijn lievelingsgetal. Vond ik vanochtend een Airbnb die Ocean View heeft. Voor schappelijke prijs. Wat? Moet het hier niet $400 per nacht kosten? Alles kost hier belachelijk veel geld. Maar mijn appartement is gewoon Sea View. Het is wel shared. Dat is het enige nadeel. Maar ik ben inmiddels gewend aan shared. Dus het was iets wat ik never nooit zou doen. Shared, dat is niks voor mij. En nu, it is changed. Zo, ja man. Het is hier echt heel tof. En vorige week was ik ook op een, eigenlijk afgelopen dagen, was ik ook op een fantastische locatie. Maar om privacy redenen ga ik dat niet filmen. Heb ik dat niet gefilmd. Heb ik ook geen foto's van gedeeld. Want ja, mijn lievelingsdrummer van mijn lievelingsband, dat hoeft natuurlijk niet iedereen te weten waar die woont. Dus dat, dat was vorige week. Dat is ook fantastic. Ik logeerde bij de drummer en zijn vrouw. En dat was heel tof. We zijn samen naar mijn droomlocatie Monterey geweest. Dat was hun idee. Ze wisten niet eens dat het mijn droomlocatie was. Hoe toevallig. Nou, dan wordt hier in ieder geval van alles gemanifesteerd. Dus dat is helemaal fantastisch. En ja, laten we daarmee doorgaan. En bij deze wil ik jou ook uitdagen om meer te gaan manifesteren. Gewoon eens even vrij denken. Wat zou ik allemaal willen? En in het kader daarvan ga ik weer de Wat Maakt Jou Rijk challenge doen. Om te koesteren wat je al hebt. Om te ontdekken wat je nog wilt. En om je energie, je energy vibes, altijd hoog te houden. Want als je energievibes hoog zijn, dan gebeuren er veel meer toffe dingen. Nou, check dit. Hè? Dus, ik heb in de tijd niet zoveel energie gehad. En een week voordat ik hier kwam, lag ik nog in het ziekenhuis. Hè? Dachten ze dat ik dood ging. Dus, ik wil maar zeggen. Lieve mensen, ga je droom leven. Tot gauw.